welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie Sushi Go uitleggen. En dat is een leuk, vlot, niet zo moeilijk spelletje voor 2 tot en met 5 spelers. En het is een zogeheten draft spelletje. En als je nog niet weet wat draften is, of als je het gaat spelen met mensen die die term nog niet kennen, dit is het ideale spelletje om dat te leren. Het betekent niets meer of minder dan dat je in je beurt krijg je een aantal kaarten in je hand. Je kiest 1 kaart die je wil gaan spelen deze beurt, die leg je voor je neer. En de kaarten die je niet gebruikt dus, die geef je door aan je buurman of buurvrouw. En ook van je andere buurman of buurvrouw krijg jij dus weer een setje met nieuwe kaarten. Kies je er van eentje uit, die geef je door. En zo gaan we net zo lang door totdat de kaarten op zijn. En dat doen we 3 keer. En steeds als je een kaart pakt, ga je proberen een kaart uit te zoeken die jou de meeste punten oplevert. Dat kan een losse kaart zijn, maar ook kaarten die pas wat waard worden als je bijvoorbeeld 2 of 3 dezelfde van die kaarten hebt. Of simpelweg de meeste kaarten van dat soort hebt. Dus laten we maar snel gaan kijken hoe dat gaat. Nou, alle kaarten worden goed door elkaar heen geschud. Dan maak je een grote stapel van. En aan het begin van het spel krijgt iedereen een setje kaarten. Speelt met z'n 2, dan krijgt elke speler 10 kaarten. Met z'n 3 krijgt elke speler er 9. Nou, tot en met 5 spelers. Speelt met z'n 5, dan krijgt elke speler maar 7 kaarten. Maar je krijgt dus een starthand met een aantal kaarten. En van die kaarten mag je er eentje uitzoeken om te houden. En die mag je dan deze beurt spelen. Ik zal straks even alle kaarten langs gaan. Eerst even het spelmechanisme. Stel, ik wil deze kaart houden. En als ik er 3 verzamel, is dat 10 punten waard. Dan leg ik de kaart die ik wil houden, die leg ik even gedekt voor me neer. Nou, alle andere spelers kiezen ook een kaart uit. En als iedereen zijn kaart gekozen heeft, dan draaien we die allemaal open, zodat iedereen van elkaar kan zien welke kaart je uitgekozen hebt. Daarna ga ik mijn hand met kaarten doorgeven aan mijn buurman links. Ook mijn linkerbuurman geeft zijn kaarten of haar kaarten weer door, ook naar links. Dat betekent dat ik van degene die rechts van mij zit, krijg ik ook weer een setje kaartje. Daar ontbreekt dus de kaart uit die die speler heeft gekozen. En ik ga nu hier weer een kaart uitkiezen. Nou, ik wil 3 van die gaan verzamelen. Hier zit er ook weer eentje in, dus ik kies deze. Nou, de tegenstanders kiezen ook allemaal weer hun kaart uit. We draaien ze weer allemaal open. En daarna geven we, zoals gebruikelijk, de kaarten weer door aan onze buurman of buurvrouw. Die geeft ze daarheen en ik krijg nu weer deze. En zo krijg je dus elke beurt een kaart minder in je hand. Want ze gaan op omdat ze neergelegd gaan worden. Maar zo blijf je steeds een kaart kiezen. En doorgeven. Nou, dat blijf je net zo lang doen. Tot op een gegeven moment zijn alle kaarten op. Krijg je nog maar 1 kaart. Dus dan heb je niks te kiezen en leg je die gewoon voor je neer. Los van wat de kaarten doen, is dit het hele spelletje. Daarna worden alle kaarten die je gespeeld hebt worden weer ingeleverd. Behalve de puddingkaarten. Die gaan we bewaren tot het einde van het spel. Maar de rest wordt allemaal ingeleverd. Je gaat op een aflegstapel en we krijgen weer een nieuwe set kaarten van de trekstapel per persoon. En dat gaan we 3 keer doen. En wie dan na die 3 rondes de meeste punten heeft, die is de winnaar. Nu is natuurlijk even de vraag, wat doen al die kaarten en waarom wil je ze bewaren? Nou, welke je net al zag zijn deze kaarten. Als je deze kaart pakt en voor je neer gaat leggen, dan is de bedoeling dat je er 3 gaat verzamelen. Want als je er 3 verzamelt, heb je 10 punten. Heb je aan het einde van de ronde maar 2 van die kaarten kunnen verzamelen, heb je pech, zijn ze 0 punten waard. Dus 1 of 2 kaarten los zijn niks waard, alleen een setje van 3 telt als 10 punten. Iets makkelijker zijn de tempura. Hier hoef je er maar 2 van te verzamelen, maar dat is ook maar 5 punten waard. Ook hier geldt weer, een losse tempura is niks waard, maar heb je er 2, dan zijn ze 5 punten waard en je kan meerdere setjes gaan sparen per ronde. Dus van deze wil je setjes gaan verzamelen. Van de Maki-rol wil je gewoon de meeste gaan verzamelen en die zitten er met waarde 1, 2 en 3 in. Nou, je pakt 2 keer in de ronde zo'n kaartje met een Maki-rol erop. En aan het einde van de ronde, voordat iedereen zijn kaarten in gaat leveren, gaan we eerst even kijken wie heeft de meeste van die Maki-rollen. Ik heb er hier 5 liggen. Zijn dat de meeste, hebben andere spelers minder dan 5 van die Maki-rollen verzameld, dan krijg ik 6 punten. Hebben nog meer spelers samen de meeste Maki-rol verzameld, dan worden die 6 punten eerlijk verdeeld onder de spelers. Ze hebben 2 spelers samen de eerste plek, dan krijgen ze 3 punten per persoon en vervalt de tweede plek. De speler die de 1 na meeste aantal Maki-rollen heeft verzameld, die kan nog 3 punten verdienen. En is de tweede plek gedeeld met meerdere spelers, ook dan worden die 3 punten eerlijk verdeeld onder het aantal spelers. Dus van deze moet je setjes gaan maken en van die Maki-rollen wil je gewoon de meeste gaan proberen te verzamelen. En de meeste is altijd maar afhankelijk van hoeveel je tegenstanders er hebben. Maar dat kan je dus ook zien tijdens het spel, want alle kaarten worden steeds open neergelegd. Ook de dumpling ga je zoveel mogelijk proberen te verzamelen. En bij deze maakt het niet uit hoeveel je ervan verzamelt of wie er meer heeft of minder.
1 dumpling is 1 punt waard. Verzamel je er 2, krijg je 3 punten. Voor 3, 6, voor 4, 10. En verzamel je 5 of meer dumplings, dan krijg je 15 punten. Dus hiermee is het gewoon een kwestie van zoveel mogelijk zien te sparen. Dan hebben we hier 3 kaarten. Die zijn gewoon de punten waard die erop staan. Dus pak ik dit ei nigiri, dan krijg ik 1 punt. Pak ik dit zalm nigiri kaartje, dan levert me dat 2 punten op. En we hebben ook inkvis nigiri en die is 3 punten waard. En die punten krijg je dus gewoon aan het einde van de ronde als je deze kaart gepakt hebt. Maar deze kaarten kan je nog in waarde doen stijgen door eerst een wasabi kaartje neer te leggen. Want de volgende nigiri, dus een van deze 3 die je op deze kaart legt, die wordt waarde keer 3. Dus krijg ik deze kaart in mijn handen en leg ik die neer. En de eerstvolgende nigiri kaart die je nu pakt, die komt automatisch hier bovenop te liggen. En de waarde wordt dus keer 3. Dus die zal nigiri is nu geen 2 punten, maar 6 punten. Het liefst heb je natuurlijk dat je dan zo'n inktvis nigiri krijgt, want in plaats van 3 punten wordt die dan 9 punten waard. Je moet eerst de wasabi kaart hebben liggen voordat je daar nigiri op mag leggen. Je mag niet van een nigiri kaart die je hebt, daar later nog een wasabi kaart bij leggen. Dus je moet eerst de wasabi kaart hebben en dan kan je in een volgende beurt kan je pas de nigiri erop gaan leggen. En deze kaart wil je dus graag een beetje in het begin van het spelletje voor je neer kunnen leggen. Zodat je meer kans hebt dat je nog zo'n inktvis nigiri tegenkomt. Want als jij ziet dat jouw buurman of buurvrouw die kaart heeft liggen en jij hebt die nigiri 3 in je hand, dan ga je die natuurlijk niet doorgeven aan je buurman, want dan geef je 9 punten weg. Dan leg je hem gewoon lekker zelf voor je neer en dan heb je 3 punten. Dan hebben we nog de puddingkaarten. Deze kaart die ga je ook verzamelen en die gaat ook weer wie het meeste heeft. Alleen bij deze gaan we pas aan het einde van het spel kijken wie de meeste heeft. Dus per ronde doen we niks. En na elke ronde blijven de puddingkaarten gewoon liggen. Dus alle kaarten lever je in, behalve je verzamelde puddingkaarten. En na die 3 rondes, wie dan de meeste pudding heeft verzameld, die krijgt 6 punten. Ook nu weer geldt dat die punten gedeeld worden als meerdere spelers de meeste pudding hebben. En de speler die geen of de minste pudding heeft, die krijgt 6 strafpunten. En zijn dat ook weer 2 of meer spelers, dan worden die strafpunten verdeeld. Enige uitzondering is als je het spelletje met z'n tweeën speelt, dan vervallen de strafpunten. Maar wint alleen de speler die de meeste pudding heeft, die wint dan 6 punten. Nou, zoals ik zei, als je aan de beurt bent mag je 1 kaart uitkiezen en die mag je spelen. Daar is ook weer een uitzondering op als je de eetstokjes hebt. Pak jij in je beurt de eetstokjes, leg je die voor je neer. Die doen eigenlijk niet zoveel, dat levert geen punt op. Maar in een volgende beurt, en dat hoeft niet de volgende beurt te zijn, maar een volgende beurt. Dus je mag ook nog even een paar beurten laten liggen. Maar ergens tijdens je beurt mag je een keertje zeggen, ik wil niet 1 kaart spelen, maar ik wil er 2. Stel je hebt al 1 kaart van deze waar je de 3 van moet verzamelen. En in de volgende beurt krijg je er bijvoorbeeld 2 in je hand. Dan mag je ook zeggen, ik speel eerst 1 kaart gewoon. En dan roep je Sushi Go. Ik lever mijn eetstokjes in. Die gaan dan weer terug in je hand. En je mag een 2e kaart spelen in diezelfde beurt. Dus in plaats van 1 kaart mag je nu 2 kaarten spelen. En die eetstokjes gaan weer terug in je hand. Die geef je vervolgens weer door met de rest van de kaarten. En zo kan een andere speler dus die eetstokjes weer oppakken. Ook deze kaart is fijn om aan het begin van de ronde te hebben. Omdat er dan nog lekker veel keuze zit in de kaarten. Dat is hoe het spelletje gaat. Dan heb ik in dit setje nog een bonuskaart zitten, een zogeheten promokaart. En dat zijn de sojasauskaarten. Bij sommige versies zitten er volgens mij standaard in. Ik heb hem los erbij. En je kan ze vast ook wel los verkrijgen. Heb je deze kaart gespeeld, dan ga je aan het einde van de ronde ga je kijken wie heeft de meeste kleuren van kaarten verzameld. En dan kijk je dus naar de achterkant van die kaarten. Dus bijvoorbeeld groen, roze en rood. Wie de meeste verschillende kaarten heeft verzameld, die krijgt dan 4 bonuspunten. En ook die punten worden weer verdeeld als meerdere spelers hetzelfde aantal als meeste verschillende kleuren kaarten hebben verzameld. En dit zijn dus 4 kaartjes die je door de stapel heen schudt. Maar dat is hoe het gaat. En als het goed is krijg je dus elke ronde punten. En na 3 rondes ga je kijken wie de meeste punten heeft verzameld. Plus de punten van de puddingen die je daarbij gaat optellen. Of eventueel strafpunten die eraf gaan. En wie dan de meeste punten heeft, die is de winnaar van Sushi Go. Zo simpel is het. In principe speel je elke ronde dat je je kaarten gewoon linksom doorgeeft. Je kan ook zeggen, nou de eerste ronde geven we de kaarten linksom door. De tweede ronde gaan we rechtsom. En dan de derde ronde gaan we weer terug linksom. En je kan het dus gewoon met z'n tweeën spelen. Maar je hebt ook nog een speciale 2-speler variant. Daarmee krijg je een dummy in het spel. Dat betekent dus dat je geen 10 kaarten krijgt, maar 9 kaarten. Maar je legt ook een setje kaarten van 9 in het midden neer. En dat is de zogeheten dummy speler. En daarvan mogen jullie om de beurt een kaart pakken. En je gaat dan ook spelen voor die dummy speler. Dus stel, we gaan nu de eerste beurt spelen. En ik als startspeler mag als eerste de dummy speler gebruiken. Dan pak ik gewoon de bovenste kaart van de dummy stapel. En die voeg ik toe aan mijn hand.
En daarna kies ik en een kaart voor mezelf. Nou, ik wil voor die gaan. Maar ik kies ook een kaart voor de dummy. Bijvoorbeeld deze Maki-kaart. En je tegenstander die speelt natuurlijk gewoon een kaart voor zichzelf. Dan gaan we de kaarten doorgeven. Alleen geef je ze niet door aan de dummy, maar gewoon aan je tegenstander. Dus jullie wisselen gewoon met elkaar je hand kaarten om. En nu mag deze speler één kaart, de bovenste kaart van de dummy stapel trekken. Die toevoegen aan zijn hand en dan weer en een kaart voor de dummy speler gebruiken en een kaart voor zichzelf. En zo speel je dus net zo lang weer door totdat iedereen al zijn kaart heeft gespeeld. En dan gaan we weer punten tellen. Maar dan heb je hier dus een dummy speler die ook punten gaat verzamelen. Waar je soms handig wat kaarten van kan gebruiken, misschien voor jezelf die je trekt. Of je kan juist voor de dummy speler een kaart afleggen, zodat je die niet aan je tegenstander hoeft te geven. Maar dat is dus nog een speciale twee-speler variant. En ik hoop dus dat je uit dit filmpje hebt op kunnen maken dat het echt een super simpel spelletje is qua regels. Qua winnen is nog een tweede, want alle spelers gaan natuurlijk proberen zoveel mogelijk de meest waardevolle kaarten voor hun eruit te gaan vissen. Het is natuurlijk altijd vervelend als jij die sashimi kaarten aan het verzamelen bent en alle andere spelers zien dat jij er al twee hebt. Ja, dan gaan die natuurlijk allemaal proberen te zorgen dat jij niet die derde kaart gaat verzamelen. Je ziet ook elke ronde wel spelers die dan samen de strijd aangaan om de meeste van die Maki-rollen te gaan verzamelen. Of een andere speler pakt niet zo heel veel punten in de ronde, maar is wel allemaal puddingen aan het verzamelen, zodat hij aan het einde van het spelletje nog even 6 bonuspunten krijgt. Dus aan alle kanten wordt er punten gescoord. En de vraag is natuurlijk op welke manier ga jij je punten verzamelen. En probeer je ook een beetje in de gaten te houden waar je tegenstanders mee bezig zijn. Zodat je het hun niet al te makkelijk gaat maken met de kaarten die je doorgeeft. Mocht u nog vragen hebben over Sushi Go, stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.